Hallo, leuk dat je kijkt naar RM7. Ja, dit is niet zomaar een robot. Dit is Pepper. Pepper heeft als taak zorgmedewerkers te ondersteunen en zo de werkdruk te verlagen. Roep Bouwmans heeft onderzocht of Pepper kan bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Het punt is dat op het moment zorgmedewerkers vaak veel tijd kwijt zijn aan het bevragen van mensen over hoe het met ze gaat. En we hebben gekeken of je dat ook met een robot zou kunnen doen, zodat die zorgmedewerker meer tijd heeft om echt met een patiënt dialoog aan te gaan over wat zijn behoeftes en zijn zorgen zijn. De uitkomst van het onderzoek was veelbelovend. De patiënten op de afdeling geriatrie, oftewel ouderenzorg, zagen de robot als een toevoeging voor de artsen. Daarbij vonden patiënten een zorgprofessional die geholpen werd door een robot. Daar vonden ze beter luisteren en meer tijd voor hun nemen dan een zorgprofessional die niet geholpen werd door een robot. De robot lijkt dus van meerwaarde te kunnen zijn. Maakt het dan nog uit hoe hij eruit ziet? Is Pepper eigenlijk een hij of een zij? Het is een robot. Hij ziet er zo uit omdat dat door ouderen zo een prettig formaat ook wordt gevonden. Daarom hebben we ook de keuze op Pepper laten vallen. Hij is 1,20 meter hoog, dus dat doet een beetje denken aan je kinderen of je kleinkinderen, moet ik misschien zeggen. Maar er zijn ook heel andere situaties denkbaar waarin je juist een ander type robot veel idealer is. Richard Kuipers van Smart Robot Solutions heeft zo'n ander model robot meegenomen die op een meer persoonlijke manier kan worden ingezet dan Pepper. Hij vertelt ons over het kleintje naast hem op tafel. Ja, Maatje, ik zal hem even wakker maken. Dan gaat hij even netjes voor je staan. En daar is die. Ja, daar is die. Beetje gladde tafel. Maatje is dus ook een robot. Alleen Maatje heeft geen beeldscherm op zich, zoals je ziet. En wat met dit soort robots altijd het geval is, ja, als Richard, dit... Richard, mag ik deze vraag beantwoorden? Nou, ik ben Maatje, de zorgrobot. Ja, maar ik was al bezig met mijn vraag. Wij zetten Maatje in de zorg voor verstandelijk gehandicapten, voor begeleiding, voor autisme, eenzaamheid, structuur en activatie, dat die meldingen geeft. Maar ook bijvoorbeeld in Nijmegen, het CWZ heeft het, Sint Maartenskliniek, voor bewegingstherapie. Volgens Richard zullen robots in de toekomst vooral repeterend werk van mensen overnemen dat zij zelf niet graag doen. Robots kunnen dit werk vaak heel goed. Maar voordat mensen en robot gaan samenwerken als Bassie en Adriaan, moeten er nog wel wat dingen veranderen. Ja, één is de prijs, maar je ziet gewoon dat technologie steeds goedkoper wordt. Hè? Dus nu hebben mensen zoiets van, ja, wat zoveel geld kan ik daarmee echt uren verschuiven en iemand misschien al vervangen. Twee is zijn wielen, hij is niet echt gemaakt om te rijden. Het mooiste is als Pepper echt, en dat noemen wij slam technologie, dat hij katen kan opslaan. Dat zou hij wel kunnen, maar dat hij dan ook gewoon echt vloeiend rijdt en een stuk harder kan. Want het is natuurlijk een beetje bijzonder als je tegen Pepper zegt, nou, wijs me de weg. En vervolgens gaat hij stapsvoetsgewijs, brengt hij jou bijvoorbeeld naar vergaderzaal 1. Ja, dan als mens heb je zoiets van schiet op. Dat wil je niet. En een tweede ding, of derde dingetje is wel geluid. Maar daar hebben alle robots last van. Als we hier in een grote ruimte zouden zitten en zouden heel veel mensen zouden praten. Een robot kan niet selectief luisteren en die denkt, wie praat tegen mij? Vervolgens krijgt hij alles binnen. En dan, ja, het is nog niet dat hij kortsluiting krijgt, een stoom uit zijn oren komt. Maar hij kan niet goed filteren. En dan kan het wel eens zijn dat je je vraag opnieuw moet herhalen. En een vraag opnieuw herhalen, dat kan op een gegeven moment wel irritatie opwekken.